ja, er waren hele mooie stations zijn er te zien. Vlug. Welkom bij Bassie Vlug. Ja, dames en heren, sta ik hier voor het centraal station, groot centraal station, voor de ingang van onder andere ook de nieuwkomende Noord-Zuidlijn. Op 22 juli 2018 gaat deze Noord-Zuidlijn open. Alle informatie trouwens die ik nou verstrek, mocht u andere informatie hebben gehad, laat het natuurlijk weten. En ik ga dus vandaag een testrit meemaken om echt de metro-ervaring te hebben die de Noord-Zuidlijn straks ook gaat hebben. Nou, de poortjes, die kennen we natuurlijk allemaal wel op zich van alle metro's, stations. Waar, ik ben er doorheen, yay! Ik heb dus, zoals je ziet, ook een best wel behoorlijk warme jas aan, want het is wel eens wat frisjes in de tunnel. Ik voel het nu ook al. Boven is het natuurlijk een graad of 22, buiten. Maar nu hier is het dus zeker een graad of 10. Oh, hier moeten we de kaart. Hallo. Naar binnen. Hallo. Vlogger. Ja. Ik krijg van ons een hersje te neem. Oké. En een kaartje. Dankjewel. Zo, wat worden we verwend hier. Overlevingspakketje. Ja, moet je ook in de vlog even? Ja, van de GB. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden, echt waar. Ja, ik ook. Ja, nou, heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Ook in de vlog. Kijk, de harde werker hier. Yes. Ik heb hier een soort oranje lintje gekregen. Geen idee verder. Oké. Nou, prachtig. En hier, dit is voor het eerst dat ik hier kom, überhaupt in de metrohal van het Centraal Station. Wacht, stop. De testrit begint op het Centraal Station, maar wij beginnen bij Station Noord. Dit is Station Noord. Ik zie ook hier, hè, hele mooie kunstwerken. Kunstwerken, ja, in ieder geval tekeningen van allemaal soorten dieren, zie je dat? Daar vertrekt de metro richting Zuid. Met zo'n 1650 glazen platen, waarvan maar 5 gesneuveld, is dit station bedekt tegen de regen. Station Noord wordt een belangrijk knooppunt voor bussen. De tunnel in.
Ik heb hier dus, staan we dus op nu Noorderpark halte. Dat is hier boven de weg. Kijk, ze hebben hele mooie kunstwerkpoortjes. Even kijken, ik zie iets heel moois. Even kijken hoor. Oppassen, die streep mag ik niet voorbij. Ik denk dat de buurtbewoners die vlakbij de pont wonen, ja, die zullen nog wel op hun oude vertrouwde pont blijven. En niet zo snel op de metro stappen, denk ik. Hoe heb jij nu de testrit ervaren, Nudu? Bijzonder aangenaam. Leuk, mooie stations. Dit is een van de mindere, vind ik. Okay. Dat geld zou wel op zijn geweest. Ja. Maar voor de rest, er waren hele mooie stations zijn er te zien. Al die bussen die van GVB nu hier in Noord komen, die zullen hier straks niet meer rijden. Er gaat geen enkele GVB-bus meer door de Eitunnel. Ze laten alles over aan de Noord-Zuidlijn. Dus de bedoeling is ook om die Noord-Zuidlijn zoveel mogelijk vol te krijgen met reizigers. Ja, ja, normaal met de bus gaan. En hun idee erachter is van in een trein of in een metro stel passen veel meer mensen dan in zo'n busje. Waar komt u zelf vandaan? Ik kom zelf uit Purmerend. Purmerend, nou ja, dus niet heel ver hier vanaf de laatste halte. Nee, zeker niet. Even met de bus en dan uitstappen. En dan, Dus u heeft wel degelijk profijt van de Noord-Zuidlijn? Ja, inderdaad. Ja. Want ik denk dat veel meer mensen bijvoorbeeld ook naar Zuid en dan vervolgens daar met de trein naar Schiphol gaan. Noem maar even een voorbeeld. Hè. Dan kom je volgens mij al redelijk snel in Schiphol. Want... Ja, dan maak je tijdwinst. Dan maak je tijdwinst mee, ja. In het begin hebben we, even kijken, een ontruimingsoefening gedaan. Wij waren hooligans en we hebben de boel een beetje moeten lopen verkloten, zeg maar. Met veel rook en later werden we door de politie weggedreven. En waren wij ook met die oranje? Ja. En we mochten op alle knopjes drukken die voorhanden waren. De brandslang is zelfs gebruikt. Dat was geloof ik niet de bedoeling. En nog een rook zag ik uit de rookmachine was er. Ja, leuk. Ja. Is het wel lullig voor mensen die in bepaalde hoeken van Noord wonen. Waar al heel weinig OV komt. En ze best wel veel afstand moeten afleggen naar de metro. Wat mij zo fascineert is, de Noord-Zuidlijn maakt ook de Noord, Amsterdam Noord en zijn omgeving, dus ook voor Brent, bereikbaarder. Ja. Bereikbaarder. Ja, dat klopt. Zullen misschien meer mensen hier gaan wonen, meer mensen gaan... Het is al een hype hier in Amsterdam Noord. Dus het zal echt niet minder worden. En er zal in de toekomst zal hij wel doorgetrokken worden naar Purmerend. Tussen een nog toekomstig station, genaamd Sixhaven. Onder het IJ. Naar Centraal Station. Fantastisch. Jeetje, deze rit, testrit gaat ongeveer 4 uur duren. In de spits om de 6 minuten. Buiten de spits om de 8 minuten. Er zijn ook al sowieso wat verschillende tests al aan de gang. Nou, we gaan genoeg metro. Zeker, prachtig. Kijk, de metro zelf is natuurlijk, die kennen we eigenlijk al wel. Dus de metro is op zichzelf niet zo heel bijzonder. Wel als je een paar jaar oud of zo, de metro. Ja, GVB hesje, kijk. Het scenario wat we vandaag gaan doen is ontruiming van het Centraal Station vanwege hooligans. Nou ja, dat is met AZ natuurlijk niet zo heel geloofwaardig, maar volgens mij zijn er vast wel wat Ajaxiden onder ons
en anders... Ja, zeker. Ja, kijk, hier wordt al iemand heel fanatiek. Die begint al gelijk in zijn rol te komen. Dat is de groep hooligans. En die gaan ontzettend lopen klieren, lopen rellen. Die hebben toetertjes, een beetje lullige toetertjes, maar het is toch een beetje onderscheiden. Doeg! Nu voor het eerst sta jij hier beneden. Klopt. Ja, klopt. Ik sta voor het eerst beneden. En het is zo dat... Want heeft u niet iets gemerkt hier wat het verschil is met boven en beneden? Nou, dat het wat frisser is vandaag, maar dat is vast niet wat ik bedoel. Dus juist, dat is heel goed, want dat is wat ik ook meteen merkte. Want Iedereen heeft allemaal zomerjakjes aan, maar beneden is het... En dit zit bij mij in mijn rugtas voor het strand vanmiddag. Wacht op instructies. Wat is tot nu toe jullie ervaring al van het hele stationshal, van de centraal? Ja, ziet er netjes uit. Wij wachten op instructies. Vooral wachten op dat wat komen gaat. En nieuwsgierig. Wij wachten op instructies. Ja, we zijn in een soort scenario terechtgekomen. En wij zijn eigenlijk... Je hebt ook oranje, net als ik, hè? Ja. Oranje. En, wat moeten de oranje mensen doen ook weer? Wij moeten rustig blijven en omgaan met hooligans die straks... Wij wachten op instructies. Het is veel roltrappen en voor de rest... Ze noemen het hier volgens mij de... Beneden staat de kathedraal. Ja, de kathedraal. Ja, die heb ik nog niet... Daar moet ik nog even beter naar kijken straks, denk ik. Wij wachten op instructies. Weet je nog ongeveer hoe lang het al geleden had eerder moeten zijn? Geen idee. Ja, eerder dan dit, maar geen idee. Ongeveer 10 jaar. 2008. 2008 en 2009 was eigenlijk de bedoeling. Wij wachten op instructies. maar het gaat nu eindelijk open. En we gaan hopelijk meer ervan zien. Wij wachten op instructies. Rook. Een heleboel rook. Roltrappen. De roltrappen gingen ineens stilstaan. Ik lach nu wel, maar dit is een oefening natuurlijk. Normaal moet je natuurlijk niet lachen, want het is echt niet leuk als het echt gebeurt. Maar nu is het natuurlijk allemaal een oefening, dus het is allemaal niet zo erg. Daarom zijn de roltrappen gestopt. Uiteraard, want dat is heel gevaarlijk. Hoe ben je tot nu toe? Wel vet, hè? Zeker. Moest allemaal rennen. Ik zag allemaal rook vandaan komen ergens ook. Ja, ik heb het ook even opgenomen. Oké, vet. Ja, interessant. Wat gebeurt er? Helemaal gek. Dan moet het een beetje acteren, hè, vandaag. We mogen straks vrij reizen, hè? Ja, beter. Dus dat kunnen we gewoon een beetje op station, op stations kijken en dingen. Ja. Wat ik begrepen heb is dus, dat moet jij ook wel weten denk ik, Quentin. Volgens mij is de halte de Veenabolstraat, dat wordt niet Veenabolstraat meer. Maar dat wordt gewoon de halte de pijp. Ja, klopt. Het station gaat de pijp heen. Het gaat niet de Veenabolstraat heen, ja het komt daaruit. Maar... Ja, maar het gaat om de wijk. Bij de pijp. Ja. Kom je bij de halte de pijp terecht. Het is sowieso goed dat dit gebeurt en dat ze dit oefenen en dat ze weten hoe het moet. Dus daarvoor zijn we ook ingehuurd. Te wachten tot wanneer we uiteindelijk vrij mogen rijden met deze Noord-Zuidlijn. Maar het is helaas nog, we staan hier al zeker 3 kwartier te wachten. Dus we hopen zo snel mogelijk te mogen meerijden.
tot het volgende deel.